Hoi, om jullie te inspireren voor het kerstdiner heb ik een menu samengesteld wat heel toegankelijk is en gemakkelijk is om voor te bereiden. Vandaag is het tijd voor het voorgerecht en dat is eendenborst met rode biet. We beginnen bij de ingrediënten voor de dressing, zodat de smaken goed in kunnen trekken. Daarvoor mengen we de olijfolie samen met de azijn, honing, en de mosterd. En dat brengen we op smaak met een beetje peper en zout. En dan gaan we nu de eend aanbakken. De eend bakken we aan op de kant van het vet. Kunnen wij de bietjes alvast snijden, dat doe ik met een mandoline. Om ervoor te zorgen dat ik geen rode handen krijg, gebruik ik een plastic zakje. Na ongeveer 12 minuutjes draaien we de eend om. En laten we hem ongeveer 6 minuutjes bakken, zodat de eend straks nog mooi rosé is. Na het bakken verpakken we de eend in aluminiumfolie en we laten hem nog even 10 minuten rusten voor we hem aansnijden. Probeer de eend in mooie dunne plakjes te snijden. Door de honing is de dressing lekker zoet. Het past heel goed bij de eend. En tot slot de pijnboompjes. Dan is dit het resultaat. Dit gerecht is goed voor te bereiden. Alleen de eend moet je echt last minute bakken. Dan is hij op zijn lekkerst. Bedankt voor het kijken. In mijn volgende video bereid ik een lekker hoofdgerecht voor de feestdagen. Tot dan!